OLTV is deze keer te gast bij Jan de Bruin in de Afgeknotte Molen in Delfgauw. Jan en zijn vrouw Mirjam wonen sinds 1968 in dit opvallende pand aan het einde van de Noordeindseweg. Jan neemt ons mee terug in de tijd en uiteraard besteden we aandacht aan zijn passies klokken repareren en jagen. Jan, we gaan even kijken waar jouw familie vandaan komt. Mijn familie die komt uit Delfgauw. En mijn opa die is hier bij een oom en tante Hogebrugge, waar nu het kerkelijk centrum is. Dat is later de boerderij van Poot geworden. Daar is mijn vader en mijn opa terechtgekomen. Daar is mijn vader ook geboren. Dus ja, opa woonde al op begin van de Zuid-Aasseweg. Ja, ja, ja. En mijn opa, er waren nog drie kinderen, die werden bij andere familieleden ondergebracht. En mijn opa moest werken bij zijn oom en tante en hij moest die ploegen tussen de Pauwmolen en de sluisje van Pijnakker. En dan liep hij zijn kont door en dat smeerde hij met een vette slak, want hij had geen geld. En dan kijk ik wel eens op mijn hand als ik in de tuin bezig ben met een slak en dan denk ik wel eens hoe zal die kont van mijn opa daarna uitgezien hebben. Dan heb ik begrepen, Jan, dat jouw vader en opa woonden dus aan het begin van de Zuid-Aasseweg, wat nu het kerkelijk centrum is. Ja. En zelf ben je geboren in Schipluiden. Ja. Dus de commissie ter verbetering van de melkwinning in Zuid-Holland, ja. Die is van mening dat jij... Maar er staat nog een punt, het staat erbij, maar die heb ik niet, geloof ik niet meer. Ik heb op de lagere school gezeten, op één lokaal, met de vierde, de vijfde, de zesde, de zevende en de achtste klas met één meester. Dat heb ik nog gehad. Ja. Mijn opa heeft daar gewoond tot 1918. En toen is hij hier naar het Noordeinde heette het toen nog, maar nog geen Noordeindse weg. Heeft hij een warmoeziershuis gekocht van de familie van Beveren. Als je nou weet wat een warmoezier was. Ja. Dat was een koude tuinder. Ja? We gaan met Jan een kijkje nemen in het warmoeziershuisje aan de Noordeindse weg. Wat nu in bezit is van zijn zoon Willem. Lijkt een pand te zijn met een enorme historie. Dit is een van de oudste gedeeltes van Pijnakker wat er nog is. In Delfgauw. Dit is een kaart van 1576, stond hier al een huis. En dit gedeelte van de kelder was er nog van. Dit zijn stenen in veldtovers gebakken. Dit is 18e eeuw. Want dit is 16e eeuw. Dit zijn de kloostermoppen van het kasteel Kraaienburg wat hier gestaan is. Dit waren nog in de keldermuren overgebleven. Toen waren ze al hergebruikt. Stenen werden vroeger hergebruikt. Het kasteel is waarschijnlijk verwoest met de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Delft is in 1359 belegerd door de Kabeljauwen en die hebben het gewonnen. En de muur van Delft die moest afgebroken worden, die is naar Den Haag vervoerd. En de Hoekse kastelen zijn ook afgebroken. Maar alle bouwmaterialen, het was met kalk gemetseld, werden allemaal hergebruikt. Dus deze keldermuren waren hergebruikt, de kloostermoppen. Van het kasteel Kraaienburg. Terug in de molen vertelt Jan dat zijn opa een schuld naliet.
Maar goed, hij, in 1926 is hij overleden en toen was er 1400 gulden schuld. Dus hij was in principe helemaal failliet. En het was een heleboel geld in die tijd. Ja, 1400 gulden. Ja. En toen zei dus tegen mijn vader, en mijn oom was wat ouder, je moet gaan maar hier en daar werken. Maar mijn oom zegt, dan komen we er nooit meer bovenop. En toen is mijn vader als 15-jarige jongen met paard en wagen naar Delft gegaan. En overal aanbellen, mevrouw, wil u nou mijn melk kopen? En Nicolien, de opa, hier is Nicolien Luchtigheid, ja. Oude Philippus, Lippus noemden ze hem. Ja. Die zag er weer een concurrent bij, die was ook melkboer. En die rijdt mijn vader van de weg met paard en wagen. Maar hij kwam wel zijn excuus aanbieden s'avonds, want hij zegt, dat had ik toch niet moeten doen. En andere concurrenten die zeiden dat mijn vader water in de melk deed. Daar gokten ze alleen op. Ik zou er nog over nagedacht hebben, maar mijn vader niet. Mijn vader werd een week later opgebracht op het Oude Delft politiebureau. En er werd gecontroleerd of er water in zat, maar dat zat er niet in. En mijn vader kon goed met mensen omgaan. Dus als 15-jarige jongen heeft hij een zaak opgebouwd in Delft. Met een slot nog met een wagen erbij, met een knecht. En toen hebben ze het lek een beetje boven gekregen. En toen hebben ze in 1934 aan de andere kant van Delft een schitterende boerderij gehuurd. En dit is altijd in de familie gebleven. Dit is nooit verkocht. Dit is verhuurd. Hier heeft eerst Brammerzee op gewoond. En Jan de Jong. Maar dat je dan hier terecht bent gekomen. Dat is ook bijzonder. Ja. Waar zat hier twee vrijgezelle broers. En die ene was machinist en de andere was boer. En die werd ook wat te oud. En mijn vader had er... Die machinist die was ook nog tuinder. Die had nog een veilingvergunning. En bij het warmeziershuis van ons... daar veilde mijn vader vroeger al kool op de naam van hier van Jan Stap. Dus die konden elkaar. Dus toen is mijn vader hier zo een jaar machinist geworden. Van de polder. Toen oude Jan Stap daarmee stopte. Ja. Want hij woonde in de buurt, maar dat was 1200 gulden per jaar, dus dat was geen vetpot. Dus en toen zeg ik, dat gaat ik wel doen, dan ga ik er wonen. En zo is dat gekomen. En toen ga ik vrij wonen en nog een vrij stukje land. En toen dan met mijn vrouw zeg ik, ja, we gaan dus een beetje hardboord en een beetje triplex en dan wonen we vast maar. Maar de molen heeft ons te pakken gekregen. Ik begreep dat de bedoeling was dat je maar een jaar zou wonen. Nou ja, we zouden vast ergens wonen en zouden we gaan kijken wat er gaan gebeuren. En die 1200 gulden, die kreeg je pas aan het eind van het jaar. Dus daar moest je een heel jaar voor werken. En dan kon je nog, moest het zelf nog naar Delft om het te gaan halen. En het dieselmotor die erin stond, die gaf zoveel stank dat onze kinderen op het consultatiebureau roken naar de dieselolie. En een molen... Het was natuurlijk eerst een molen, maar een molen is in onderhoud economisch heel erg duur. Als de wind achter Delft was, kon je niet malen. Er is hier een tweedehands dieselmotor ingekomen en een tweedehands centrifugaalpomp. Want het was maar een kleine polder, ze hadden hier niet veel te besteden. En dat was ook in mijn geval, ik ben hier gekomen, maar er was één soort ruïne. En ik heb hem op eigen kosten opgeknapt. En toen die opgeknapt was, heeft de gemeente het monument verklaard. Ik heb nog nooit een cent gehad. En je hebt dus kunnen kopen? Ja. En sinds wanneer is het in bezit van jou? Om 1990 denk ik. Dus eigenlijk tot betrekkelijk kort. Betrekkelijk kort was eerst gewoon een dienstwoning. Ja. Ja. Eerst een dienstwoning. Ja. Hoe word je klokkenmaker? Hoe ben je naartoe gekomen? Wij hadden een boerderij en die huurden we in Schipluiden. En de huurder moest van zijn eigen boerderij af. En mijn vrouw die komt uit een klokkenmakersfamilie van Loenen uit Delft. En ik was altijd al handig. Ik had er 16 jaar al een lasapparaat. Dus ik denk, nou, ik ga in die buitenwijk van Delft ga ik ook wel een klokkenzaak beginnen. En ik zag dat mevrouw boerin in het vak niet zag zitten. En achteraf is het maar gelukkig, want tegenwoordig boer zijn is geen pretje meer. Dat is niet zo eenvoudig meer. En toen ben ik naar de avondschool gegaan in Rotterdam, de Christian Huygensschool. En daar leer je wel klokken of horloges te maken, maar in de praktijk moet je het leren. En een leraar op school heeft me over me ontfermd, die heeft me verder geholpen. Ik wist amper nog goed daar hoe de boormachine werkte.
En toen heeft hij me een half jaar bij een baas in Rotterdam te werk gemaakt dat ik daar kon beginnen. Had ik 25 gulden in de week. En daar heb ik het vak een beetje geleerd. En die man die kocht bij een antiquair in Rotterdam, kocht hij Engelse staande klokken, niet de kasten, maar de uurwerken. En die moest ik dan opknappen in dat werkplaatsje. Toen ben ik eens bij die gaan kijken waar hij ze kocht. En toen kocht ik er 20 met kasten al. En die baas zijn ogen, die viel uit zijn hoofd wat toen ik dat vertelde. En Arie Bukman, de veehandelaar van Delfgauw, die heeft ze met een veewagen gehaald. En ik heb nooit een foto gemaakt. Je moet je voorstellen, als die klep van die veewagen open doet, dan liggen 20 Engelse antieke klokken in. En die heb ik betaald van me wat ik vroeger met konijnen verdiend had en met moddervillen. Aan de kant van de molen is Jan zijn werkplaats, waar hij alleen alles weet te vinden. Ik ben alleen aan het opruimen. En wat ik tegenkom en wat kapot is, dat maak ik. Dit is nog een oude wijzerplaat met één gat, dus dat voor hergebruik zal het niet meevallen. Om daar nog, de meeste Franse bedoelers hebben opwindgat, twee opwindgaten voor het slagwerk en voor het gaande werk. En dit is alleen voor het gaande werk. Je hebt de rommelmarkt gekocht, hè? Oké. 18e eeuw. Dit is een Jacobekarnetje, die ben ik aan het restaureren. 14e, 15e eeuw. Ja. Het is haast niet te slijpen en niet te boren, dus het is nog een beetje een prutswerkje. Maar... Als klokkenreparateur weet men Jan nog steeds te vinden in zijn werkplaats. Wat kom je doen? Twee klokken brengen, want deze meneer repareert ze altijd voor ons. Wat zit eraan, jongens? Onderhoud gewoon even kijken. Volgens mij loopt er eentje niet. Mijn moeder weet het allemaal, maar ze zegt breng deze ook mee. Dan kan hij ze weer even mooi laten lopen. Dat ze weer, Nou ja, het is mijn hobby, dus ik zal mijn best doen. Ja, ja. En ik had natuurlijk eentje al gebracht met mijn moeder. Ja, ja, ja. Die, ja, ik zal hem wel aanpakken, dat hoorden ze. Dat zijn we... Nou jongens, dat komt voor elkaar. Kijk, hij blijft ook niet dicht. Dat hebben we nu even met plakband gedaan. Ja. Dus, ja. Nou ja, die maakt hele melodieën. Het is alleen moeilijker te repareren. Oh. Die maakt wel melodieën. Kijk, die weet ik niet. Het is één van de twee. Ik hoor hem al in huis. Ja. Maar kijk, deze heeft twee opwindgaten en die heeft drie opwindgaten. Ja. Dus daar zit een speelwerk bij. En er zit er eens zoveel raderen in. Oké. Okay. Maar goed, we gaan het zien. Ja. Nou, ze vragen misschien wat het moet kosten, maar dat weet ik niet. Dat weet ik pas als die... Die andere wist u wel, toch? Ja. Die was €30. Ja. 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 Nou, dat heb ik meegenomen, gelukkig. Ja. En die klopt iets achter. Maar dan... Dus je houdt een beetje ene vinger aan bij het wieltje voorzichtig vast. Ja. En dan met een klein soevendaaitje schuif je naar de plus of de min. Om? Dan? Als die voor of achter moet lopen, als die niet op tijd loopt. Ja, oké. Okay. Ja. Ja? Ik wou net vragen, ben je er blij mee dat hij weer gerepareerd is? Nou, ik zeg het al van mezelf. Hè? Nee, ja. Het is leuk hoor. Het maakt een beetje huiselijk hè, als je een beetje van die herrie hebt. Van die klokken. Ja. Nou, hier hebben we het vuurwerk. Oh, hier is die. Ja, ik denk ongeveer 1930 of zo. 1925.
de veer er apart uithalen met die oude. Als er wat aan de hand is, moet die helemaal uit elkaar. Af en toe hebben ze van mij ook nog wel eens geheimen, maar niet zoveel meer. En dat, dat blijft, dat het interessant blijft, dat is juist het leuke ervan. Al die systemen van slagwerk zijn altijd weer, elke klok zat weer anders. En altijd weer nadenken om te begrijpen hoe het werkt. Dus hij zal wel olie moeten hebben. Er staat boven uurwerkmaker en onder alle die mijn vergeten en zullen de tijd niet weten. Als je vergeet om op de klok te kijken, dan weet je de tijd niet. En gemaakt door? Dit afbeelding is gemaakt door mijn zoon. Er staat nog wat anders achterop. Laatst was ik bij een man geraakt die veel uurwerken had gemaakt. Ook wijze schaande met de zon, want was het ambacht dat hij kon. Zodat men hier van groot beslag omtrent zijn winkel hangen zag. Niet slechts alleen bij hem gewrocht, maar ook van elders daar gebracht. Jacob Cats. Nou, elke burgemeester in Nederland had een groter huis als een gewoon mens. Als de gewone burgers. Nou, en daarna maakten ze een Friese klok, maakten ze een grote met een dubbele kap. En die noemden ze een burgemeestersklok. Want die was voor een groter huis gemaakt. Of voor die Groningen. Grote Groningse boerderijen. En dit is een met beweegbare elementen. En dat is een haringvisserij, de haringvloot. De haring wordt verhandeld. En de haring wordt geslacht. Of de vis. En hier wordt die verkocht. En de engel, die moest iedereen beschermen. Die gaat ook nog heen en weer. Ja. Genieke, die was alles was kapot kettingen, alles wat maar kapot kon zijn was kapot. Kocht die klok vandaag? Ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeder staartje springen. Dat dorp van toen, het is voorbij. Ik heb begrepen dat je ook familie bent van Wim Zonneveld. Heel in de vet. Mijn vader was een achterneef. Jouw vader was een achterneef? Ja. Maar dat is het heel ver. Ja, maar Wim Zonneveld is homo geworden en ik was hervormd naar katholiek. En in mijn familie was dat not down. Dus als hij op televisie was, werd hij een beetje genegeerd of wat ook. Maar ik heb hem altijd zeer gewaardeerd. Ja. Ja, en het wonderlijke is dat mijn zoon ook kunstenaar geworden is. Of er nou nog geen vroeger in die familie zaten, dat weet ik niet. Mijn zoon is historisch goochelaar geworden in Nederland. En wat is zijn artiestennaam? Jannes de Goochelaar. Jannes de Goochelaar? Ja, www.Jannes de Goochelaar. Okay. Ja. En hij heeft wel eens opgetreden met de Bisondagen. En 2 jaar later zaten kinderen nog op de stoep van, komt hij nog? Dus dan kun je nagaan hoeveel indruk dat gemaakt heeft op die kinderen. En soms een eigen show in het Archeon en ook in het buitenland, heel Nederland, op oude wat evenementen, historische evenementen of wat ook. Mijn vrouw heeft het pas begrepen, we hebben 2 kinderen en zijn allebei hetzelfde grootgebracht. En diegene, de oudste, de kunstenaar, daar zit er geen genen van de jacht in.
En die lijkt op mij en die op mijn vrouw lijkt, dat is jagen en vissen. Zelfs mijn kleindochter wil laten nog gaan jagen. Maar het jagen, dat is, ja, sommige mensen noemen dat plezierjacht, maar je moet plezier hebben in wat je doet. Het is tegenwoordig beheerder geworden. Wij hebben hier met de Bieslanddagen hebben we hier een stand staan van de jachtbeheerseenheid, de wildbeheerseenheid hier zo uit de buurt. En jaren geleden was er nog wel eens commentaar, maar iedereen begrijpt door die ganzen overlast dat er beheerd moet worden. Ik schiet ze zowel met de kogel als met hagel. Oké. Dus als je een stukje vlees braadt, dan kan je een stukje hagel tegenkomen. Ik heb af en toe, dan gebeurt het wel eens, dat er hier ook waarschijnlijk een stukje hagel doorheen gezeten. Of een kogeltje. Maar soms gebeurt het wel eens dat je met aansnijden, dat je een kogeltje tegen. Hè. Je zal je altijd zien, nou kom je er geen tegen. Nee, hier zit niks in. Maar normaal gesproken, als hier een gans, als hij goed geschoten wordt en je houdt hem goed voor, dan schiet je zeg maar... Schiet je op de nek, hè, zoals dat heet, en op de kop. En dan wordt hij in één keer uitgeschakeld en dan valt hij. En dan heb je door de val dat hij nog weer een vlerk breekt. Of dat kan ook tijdens het schot gebeuren. Ja. Maar dan, als hij dan op de grond komt, dan breekt hij het een en ander. Of hij breekt, als het land keihard is, dan breekt hij wel eens wat. En maar normaal, al die borsten, ze hebben zo'n dikke lange veren. Daar komt ze wat niks in. Je moet, als je een gaan schiet, moet je hem in de lucht moet je hem uitschakelen. In één keer. Moet je wel een beetje kunnen mikken natuurlijk. Ja, maar goed, dat is de ervaring. Als je dat al 50, 60 jaar doet, dan moet het wel een beetje kennen. En ik had een goede leermeester, mijn vader die joeg hier ook al. Dus, okay. Die worden zelf geschoten in de Bizonse polder en in de Noordpolder. En dan die worden ze netjes geslacht en behandeld. En dan gaan ze in de pekel en met kruiden en alles erin. En dan doe ik ze roken. En dan worden ze klein gesneden en dan kunnen de mensen proeven. En dan doe ik ze ook verkopen. En dat is eigenlijk het nuttige van het onaangename verenigen. Want het is toch een grote overlast. Zelfs in de steden, in de vijvers en in de singels zit helemaal vol. Okay. Dus meer kan ik er niet aan doen. En kan ik een stukje proeven of niet? Ja, je kan van mij een stukje proeven. Al wil je een hele proeven, dat maakt me ook niet uit. Soms moet je dingen leren eten. Iemand die alleen maar biefstuk kan bakken, die van nooit een lekker stukje vlees klaar maken. Het duurzame eten, dat gaat nu beseft worden. Dat ganzenvlees wordt gepromoot. Want biologischer is er niet. Het biologische vlees, het ganzenvlees is er niet. Eten gras. En dat is fantastisch om lekker. Dat wordt gerookt of het wordt van alles tegenwoordig van gemaakt. En dat wordt steeds meer bekend. Het moet natuurlijk op de goede manier klaargemaakt worden, maar dat is met alles. Ja. Dan zijn er nog exotische ganzen. Dat zijn de Canada's en de Nijlganzen. Die zijn hier ontsnapt uit parken. Dus dat is nog een apart verhaal. De provincie wil dat een nul terugbrengen. Maar het hele Westland waar je niet gejaagd moet worden zit vol met die beesten. Dus dat is nog een hele klus. En de grauwe ganzen hebben zich, we noemen dat cultuurvogels, die passen zich aan. Er worden ook nog wat eieren geschud, maar die ganzen gaan dat, die weten dat, die gaan zich nog beter verstoppen. Ja, ja. Ik vind dat ze er een deel weg moeten vangen en af moeten maken. Want het wordt gewoon een plaag, niet alleen hier in Den Haag, maar door het hele Westland heen. Dus ik vind dat ze actie moeten nemen, dat ze ze op moeten ruimen. Als verzanten 's nachts kokken, dat ze roepen, want die zitten in de bomen, dan is ze op de grond wat aan de hand. Dit is een eigen uitvinding van mij voor de vossenvallen. Om ze bij die boeren in het land te gebruiken. Want die vossen die vossen hoeven niet dood, maar ze moeten wel beheerd worden. En dat gebeurt verder niet bij staatsbosbeheer. En die weidevogels en alles wat op de bodem broedt, dat is kaasje voor die vos. Die kan daar een... Ja. En ik heb me voorgenomen, voor ik aan het eind van mijn leven ben, om er wat aan te doen. En als je dat, het resultaten zijn heel erg fantastisch. De jonge hazen die blijven wel leven. En ook al komen de weidevogels uit, dan worden de jongen daarna nog gegrepen. En die vos die moordt meer, die maakt meer dood dan hij nodig heeft. Dat is het probleem. En ze kunnen in die gebieden waar veel eten voor hem is, krijgen ze ook nog veel meer jongen. Dus dat gaat dubbel op.
En ze kunnen 's nachts 30, 40 kilometer lopen. Dus en dit is een eigen gemaakte val. Daar gaat aas achterin. En dan zit hier een en er zit zo min mogelijk ijzer in, want een vorst die is gewend, of die is, dat zit in zijn genen, ijzer is gevaarlijk. Dus er zit wat roestverstaal in, en plastic en beton. En dan loopt hij ergens tegen een pennetje aan en dan gaat de klep dicht. En dan hebben ze. En dan ga je hebben ze. Je kan er telefoon bij doen, dan kan die opbellen dat hij erin zit. Dat is tegenwoordig met de nieuwe methodes. En er zit een pal op dat hij er niet meer uit kan. Die staat boven de sloot. En dan een hele nauwe hals, dat er geen roofdieren, roofvogels in kunnen. De eksters of de kraaien. En dan gaat die eend erin zitten. Met een beetje stro of hooi. Maar ik vind hem prachtig gemaakt. Ik heb gehoord dat die man er in een uur dat hij dat kan. Nou, dat vind ik erg knap. Die zijn om de kraaien te lokken, om de kraaien te schieten. Maar op slot werd het ook te moeilijk voor mij. Ik kon de moeilijkste klok maken, maar die computers. Toen ben ik mollenvanger van Delfland geworden. Beroepsmollenvanger. En dat ben ik nog steeds, nu als ZZP'er. Ik vang alle mollen aan de dijken van Delfland tot aan de waterweg toe. Nog steeds. En bij boeren ook nog 500 hectare. Die vang je nog steeds? Ja. En ik ben nu 74 en ik werd 70 en mijn zoon die komt met een pakje. Hij zegt, hier heb je hele leven naar gezocht en nooit gevonden. En nou, ik wist echt niet wat het was. En dat was een witte mol. En ik heb ontzettend veel mollen gevangen, maar nooit een witte. Ik weet, op de lagere school in Schipluiden stond hij. Toen stond hij nog, heb ik hem gezien voor het eerst. Opgezet ook. Nou, en nu heb ik er zelf een. Een witte mol? Een witte mol, albino. Een albino? Ja. Zou ook rode oogjes moeten hebben? Ja, maar een ogen van een mol zijn rudimentair, zo ze dat noemen. Dus hij kan wel een beetje donker en licht zien. Als ik ja. Soms gaat hij ook wel eens onder mijn vingers door. Maar dat ziet hij, licht en donker, dat ziet hij nog wel. Maar verder niet zoveel. En de helft van zijn huid is het gewicht voor de kou onder de grond. Wat eet de mol? Hij kan 7 centimeter in de vaste grond ruiken. Naar wat er of te eten voor hem zit. Dus hij eet alles wat er in de grond leeft. Het is een carnivore. Hij eet alles. Hij eet zelfs als de andere mol in de klem zit, eet hij soms zijn soortgenoot een stuk op. Ja. Je hebt dus nooit een witte mol gezien? Ja, hij was als kind opgezet op de lagere school. Ja? En daarna nooit meer. Niet in het echt? Nee, nee. Wel eens met een paar kleurtjes erin, of een beetje rood, of een beetje ding, maar... En, laten we zeggen, Jan, bij benadering, hoeveel honderden, misschien wel duizenden mollen heb jij gevangen? Nou, het is denk ik 10.000. Ja. Ja. Ik ken wel mensen die mollenvanger heten. Ja, dat kan. Mijn record is 77 op een dag. 77 mollen op een dag? Ja. En wat gebeurt er met die mollen? Nou, die werden vroeger geveild en naar de Bondmarkt in Londen. Londen. En ik heb hier ze hebben hier een slimme meter geplaatst van de steding. Ja. En ik zeg, waar komt u vandaan? Hij zegt, nou, uit Spakenburg. Bunschoten, Spakenburg. Zeg, ja. En tot heeft het ook nog over mollen vangen. Hij zegt, die Spakenburgers die hadden zondags een broek van mollenvellen naar de kerk. En het was onverslijtbaar. En ik ken iemand van die heeft in de bont gezeten. En de binnenkant van dure bontjassen waren van mollenbont. Ja, ja. Ik kreeg geen zakgeld toen ik klein was. Ja. En dan moest ik bij mijn vader de mollen vangen. En dan, als ik ze zo wegbracht aan Schipluiden, dan kreeg ik 5 cent. En als ik ze veelde, had ik een kwartje. En dat was toch een heleboel geld in die tijd. En ene keer was het gemaal kapot in de Zuiderveen. En dan liep het water een beetje hoger. En dan had ik 33 mol op een dag. 8 gulden 25, dat weet ik nu nog. En af en toe vond ik dat ik een ijsje verdiend had op Schipluiden. De bakker, Holkamp. En dan hoopte ik maar dat oude bakker zelf in de winkel stond. Want dan kreeg je nog een schep extra.
Dat als kind vergeet je dat niet meer. Nee. Ja. Mooi. En de knijnen werden het hele jaar gemest. En dan werden ze met op de boterbrug in Delft. Dat is de knijnenmarkt. Voor de kerstdagen werd dat verkocht. Want de knijnen waren, dat was de kerstbuit voor de gewone mensen. Al het zoetwatervis vroeger, die werd door iedereen gegeten. Snoek, zeelt, voren. De karpen zat er nog niet. De vornetjes werden door en door gebakken. Die at je met graten al op. En nu wordt alleen nog maar snoekbaars, denk ik. En paling wordt nog van het gegeten. Maar vroeger werd echt, als ik wel eens veel zeelt ving in een vuik, dan kon ik iedereen op Schiphol opbellen en die kwam zeelt halen. Iedereen, de tijd kan je nu niet meer voorstellen. De katholieke jongens, de buurjongens, die kwamen donderdags vissen om een snoek te vangen om dat vrijdag op te eten. Dat zie ik ook nog gebeuren. En ik woonde vlakbij een mooie grote brede sloot, de Slingsloot. En dan ging ik, en dan kocht ik een hengel bij Roodvoers in Delft met een dik topeinde, want dan kon ik ook meer snoeken. En dan ving ik vornetjes en dat ik één snoek had, dan stopte ik, want meer kon je toch niet opeten thuis. En die sloten waren zo met vuil begroeid en met zoveel vis, dat was niet op te krijgen. En nu, daarna zijn die boten met maaiboten doorgekomen. Nu staat er amper meer waterplanten in en ook, zit ook veel minder vis. Een karper die maken het grijs. Dit is de palingsteker. Ja. Een domme paling. Die is van oude Gerrit Langeveld. Ja. Ja? Jou wel bekend, Wim? Jan Langeveld, zijn vader. Langeveld. Jager en van alles. Was dat in een winkeltje? Nee. Okay. Als er ijs was, en het eerste ijs, en die paling die lag in de modder, en die maakte belletjes. Want als die iets bewoog, dan... Ja. En die goede, die mensen die dat gaat, dat moet je dat geleerd hebben, die dat wisten, die staken door het ijs heen in die paling. En die paling die zat klem. Het is natuurlijk al een heel lange verboden middel. Het mag al hele jaren niet meer gebruikt worden. En zo vingen ze de paling. En de dierenwelzijn, dat was vroeger, stond op een heel andere vlak als tegenwoordig. Als het maar binnenkwam en het eten was. Ja. Maar nou ben ik in de gemeenschap van goederen getrouwd, in goed vertrouwen. En nou zegt mijn vrouw dat die bovenste helft die weg is, dat die van mij is. Nou, misschien heeft ze wel gelijk. Ja.